Korpsbrandweer Suriname heeft niet moeten uitrukken voor woningbranden tijdens de jaarwisseling. De brandweer heeft tijdens de jaarwisseling wel te maken gehad met vuurwerkslachtoffers. Het geven van voorlichting is voor de brandweer een continu proces. Tot en met 31 december is er informatie verstrekt over het veilig afsteken van vuurwerk. Ondanks de voorlichtingssessies is er gebleken dat niet iedereen deze informatie tot zich heeft genomen. In de afschietperiode heeft de brandweer op 30 december nabluswerkzaamheden moeten verrichten te Livorno, waarbij een garage vermoedelijk door vuurwerk volledig afgebrand is. Volgens Armando Jositro, brandweervoorlichter, zijn de meeste vuurwerkslachtoffers gevallen vanwege het afschieten van verboden vuurwerk. Je hebt ze in verschillende namen en soorten, maar het gaat meer om die knallers. Dit is één van ze. Hier heb ik een Krisu-robot. Dat is één van de meest gevaarlijke knalvuurwerksoorten die je kan hebben. En is ook één van de meest voorkomende oorzaken geweest voor vuurwerkongelukken. Jositro zegt verder dat er tot vanmorgen 24 vuurwerkslachtoffers landelijk genoteerd zijn. 22 in Paramaribo en 2 in Nikeri. De afschiet- en verkoopperiode voor vuurwerk eindigt vanavond 12 uur. Volgens Jositro heeft de brandweer tijdens de Bacara-estafette ook voor de veiligheid in de binnenstad gezorgd. Vanuit de brandweer moet ik zeggen dat de mensen zich goed hebben gedragen, omdat ze de instructies van de brandweer hebben opgevolgd. Er hebben zich geen dusdanige persoonlijke ongelukken voorgedaan tijdens de estafette, dus tijdens het afschieten van de Bacara. Helaas is er één persoon omgekomen in de binnenstad, maar niet als gevolg van het afschieten van die Bacara. Armando Jositro, brandweervoorlichter. We spraken hem vanmorgen bij het Korps Brandweer Suriname over de calamiteiten tijdens de jaarwisseling.